Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik naar Batavialand en daar heb je een museum. En we gaan naar hoe kunnen deze eilandjes goed zijn voor water. En we hebben ook een paar vragen voor de mevrouw. Dat is, waarom is het plan van meneer Lely niet helemaal uitgevoerd? En waarom moet er in Markermeer een land komen? Waar staan de eilandjes? En hoe kunnen deze eilandjes goed zijn voor water? En laten we maar naar de auto gaan. En we zijn nu weer terug in de auto. We zijn er bijna, maar vanaf Nieuw-Vennep is het iets van een uurtje rijden, meer dan een uurtje. En ja, ik heb er heel veel zin in. Dus laten we maar afwachten wat er gaat gebeuren. En we zijn er in Batavialand en we lopen nu naar het museum. We zijn in 1, 2, 3. We zijn net ervoor, alleen we zagen iets van een vliegtuig liggen. En dat was in de Tweede Wereldoorlog en die is neergestort. En we gaan nu naar binnen. Hier zitten wij. En dit is een heel groot meer. En opeens liggen hier zomaar nieuwe eilanden. In september is het eerste eiland opengegaan en mochten er echt mensen komen. Maar daarvoor zijn we 2 jaar lang aan het bouwen geweest. Lelystad. Daar is dat hele grote IJsselmeer. Hier was die dijk gebouwd. Hier allemaal harde dijken. En dit werd helemaal grijs. En dat noemen we een beetje een dood meer. Al het leven ging eruit. En het ligt vlak bij Amsterdam, bij Lelystad, bij Zwolle. Weet je, allemaal mensen willen hier graag gewoon genieten en varen. En dat was echt een beetje een groot probleem. Dus toen hebben we echt bedacht van, ja, hoe gaan we dat oplossen? Het idee. Hieronder is weer Lelystad en dit is die dijk. En dat bedacht, weet je wat je moet doen? Je moet weer wat natuur terugbrengen in het meer. We hebben een probleem. Hoe kunnen we al dat grijze water oplossen? We denken een plan en dus dit plan bedacht voor deze groep eilanden. En dit hebben ze ook de Markerwadden genoemd, net zoals de Waddeneilanden in het noorden. Dat je toch zandstrand hebt. En dat je erachter plekken hebt waar gewoon dat slipwater en waar vissen kunnen leven en planten kunnen groeien. Want je kan heel makkelijk eilanden bouwen met zand. Dat gebeurt overal in de hele wereld. Maar hier wilden ze ook met dat slip en klei. Klei is eigenlijk gewoon, als klei nat wordt, weet je, van die klei in de bodem, als dat nat wordt, dan wordt het slip, dan wordt het nattig, dan wordt het zo'n troebel water. Nee, geen zand. Zand is echt wat anders. Dat kunnen jullie zo even ontdekken, wat het verschil is tussen zand en klei. Ik heb daar een paar bakken water. Dan kan je voelen het verschil tussen water met zand en water met klei. Dat ze de handen af kunnen, ze lopen zo. Oh, dat is raar. Oh, daar kan je niet mee bouwen. Dat voelt zo vies. Hier kan je wel mee bouwen. Het voelt naar de modder. Ja, mag je straks ook. Ik ga hier gewoon in. Ik ga gewoon een dijk mee bouwen. Ja. Dijken worden allemaal gebouwd van zand. Kijk, dit is gewoon in modder. Hier komt de haven en hier mogen overal mensen wandelen. En hier heb je een heel groot strand en hier een heel groot strand. Hier komt een strandtent waar ijsjes kan halen. En een klein kampeerveldje, je mag ook met een tentje daar slapen en in de haven kunnen bootsen. Maar dit stuk, dat is allemaal natuur, daar mogen geen mensen komen. En we zullen ook niet. Waarom is het plan van meneer Dilly niet helemaal uitgevoerd? Het plan van meneer Lely, van meneer Lely. Ook omdat heel veel mensen wilden gewoon toch liever water hebben. Anders hadden we helemaal geen mooie meer midden in Nederland. Dus heel veel mensen op een gegeven moment dachten, ja, niet nog een polder, we willen eigenlijk ook water houden. En er was genoeg land voor de boeren. Eerst zijn ze begonnen omdat de boeren hadden land nodig. Maar dat was niet meer nodig, dus er was genoeg boerenland en men wilde water houden. Ja. Waarom moet er in Markermeer land komen? Nou, er komt niet land, er komen eilanden, er komen natuureilanden. Om te zorgen dat er weer meer natuur terugkomt in het Markermeer. Want er was eigenlijk alle natuur was een beetje weg. En als je dan natuureilanden bouwt,
waar plekjes zijn voor vogels en vissen om te leven en te broeden en plantjes. Zo krijg je weer natuur terug en dan komt er weer wat meer leven in het Markermeer. Ja. Waarom komen er meer de kleine eilandjes? Omdat je wil allemaal verschillende kuststukjes hebben. En dan is het leuker dat je, dan heb je meer kust, maar op die kust, op die stukken kan het slip dan bezinken, kan neerslaan. Dat blijft daarachter. En hoe meer oevers je maakt, hoeveel meer slip dat kan vangen. En als je verschillende eilandjes maakt, kan je ook zeggen, nou dat is een eilandje voor de mensen, dat is een eilandje voor de vogels. Misschien later, misschien een eilandje voor de mensen en een eilandje van de vogels. Dan kan je beter alles gescheiden houden. Hoe ontstaan de eilandjes? We gaan bouwen, hè? Dat heb ik net uitgelegd. En we doen het met de donut techniek. Je maakt eerst randen van zand en daarbinnen ga je al dat slip storten. Als een soort 3D printer wordt het laagje voor laagje opgebouwd. En zo blijft het uiteindelijk liggen. En als het helemaal stijf is, dan gaat die achterste zandrand weg. Maar dan kan het water daar weer in, want dan is het inmiddels zo hard. Dik klei, dan spoelt het niet meer weg. Hoe kunnen deze eilandjes goed zijn voor later? Omdat er gewoon, het is een soort, hoe heb je dat, een soort slipfilter. Het filtert het slip en dan wordt het water dan weer schoner. Of het water wordt helderder. Het water is best schoon, maar het is zo troebel. En als je zo heel troebel water hebt, dan kan er niks in leven. En met al dat slip en al die oevers heb je een soort slipfilter. Dan wordt het water weer schoner en blauwer. Dankjewel dat je het hebt beantwoord. Nou, oké. Heel erg benieuwd. Ik ga zeker kijken naar je vlog. Oké, dankjewel Anne-Sophie. Dit zijn de eilanden, want we reden er toevallig langs. Ze zijn nog lang niet klaar. Het is een hele lange streep, omdat het nog niet af is. Ik weet niet of ik het jullie laat zien, maar helemaal daar was het al helemaal af. Ze proberen nu een vierkant te maken en dan gaan ze daar het klei in doen. En we zijn nu weer terug van het college. We zijn weer even naar huis toe gegaan, want daar was het te druk. Maar bij het college heb ik super veel geleerd en ik weet hoe je eilanden bouwt. Misschien staat het in de vlog, maar... je bouwt de zand en dat ga je dus dan om een kring leggen. En dat haal je dus uit het water. En dan heb je ook een soort klei. Dat pak schep je en dat leg je erin. En dan maak je dat plat tot het helemaal glad is. En dan maak je weer steeds hoger. Dan heb je een eiland. Vond ik wel super, super cool. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Maar vergeet niet een duimpje omhoog te geven en... abonneren. Als je hebt geabonneerd, druk dan op het belletje. Hopelijk tot de volgende keer in mijn vlog of bij het museum. Doei doei!